Dit is lekker. Hey, hallo iedereen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Even lekker, even kletsen. Af en toe moet dat wel eens. Het is warm. Het is zeker warm. Dat hebben jullie vast en zeker wel gemerkt. Jullie zijn misschien wel naar het strand gegaan. Of jullie hebben misschien een eigen zwembadje in de tuin. Lekker luxe. Of je zet je benen en je tenen in een grote pan vol met ijsblokjes. Noem maar op. Maar je zoekt in ieder geval de verkoeling. De airco staat volop aan. Of er staat de hele dag en nacht een ventilator op je buik gericht. Nou ja, dat is logisch natuurlijk. Het is gewoon benauwd warm. Welkom in Nederland. Sowieso welkom in Nederland. En dan na zulke fantastische warme dagen. Nou ja, wat je fantastisch noemt. Bijzondere benauwde warme dagen. Krijg je altijd regen. Je krijgt onweersbuien. En dan zie je weer nieuwsberichten met overstromingen in straten. En dan denk je van, hè? Hoe kan dat nou? Het is gewoon Nederland. Welkom. Welkom bij overstromingen. Welkom bij zware hittegolven. Maar het wordt zomer. Dit is echt een typisch kenmerk dat de mensen eigenlijk verplicht naar het strand moeten gaan. Maar ja, nog wel steeds die anderhalve meter afstand. En ik ben de vorige keer naar het strand geweest. En ik moet eerlijk zeggen dat de mensen zich keurig, maar dan ook keurig aan die anderhalve meter houden. Ik bedoel, ja, je loopt wel soms langs iemand, vooral kinderen, die houden er niet altijd rekening mee. Als ze een bal opgooien en schieten, dan kunnen ze wel eens langs je kleedje rennen. Is op zich niet zo'n punt, want nu is natuurlijk de nieuwe regel, anderhalve meter afstand geldt niet meer voor mensen onder de 18 jaar. Nou ben ik benieuwd, als je 18 bent, telt het dan wel of niet? Het lijkt me wel, als je 18 bent mag het nog. Maar 19 dan is het no-go, dan moet je nog steeds die anderhalve meter. Hoe lang dat nog moet, ik zou het niet weten. Ik denk dat we dat nog wel het eind van het jaar moeten aanhouden. Ik vind het vooral vervelend voor concerten. Ik vind het vervelend voor optredens, muziekbands. Ik vind het vervelend voor cafeetjes. Daar is het altijd gezellig om lekker een biertje te drinken met elkaar. Of een koffie. Gewoon naast elkaar zitten. Gewoon gezellig. Weet je, een beetje knus. We houden ook een beetje van knus. Dus omdat ja, deze regels er zijn, is het allemaal een beetje vreemd. Nou goed, voor de opnames en de livestreams is het ook wel lastig voor mij. Ik zit in een behoorlijk kleine kamer. Dat zal je niet snel zien op de webcam. Maar ik zit in een hele krappe ruimte waar de hele dag de zon op mijn kamer staat. Ik heb wel een zonnescherm, maar ja, weet je, het brandt er gewoon doorheen. Het brandt er echt doorheen. Ik heb een computer, ik heb een PlayStation 4, ik heb een Xbox One, ik heb een Xbox 360. Als een van deze apparaatjes aanstaat, mijn PC staat aan, ik heb een beeldscherm van 40 inch, ik heb een beeldscherm van 32 inch ongeveer. Ja, dan is dat natuurlijk ook wel een warmtebron. En dat is niet leuk. Maar ja, ik moet ook gewoon mijn werk doen. Ik wil ook gewoon mijn video's maken. Dus het is wel een uitdaging. Maar gelukkig dat het dan binnenkort, eigenlijk vanavond, waarschijnlijk nu al lekker aan het regenen is. Maar als het warm is geweest en er komt regen, dan is het heel vaak een beetje dat kleffe vieze weer of zo. Dat voel je dan. Ja. Maar even genoeg over het weer. Genoeg over de regeltjes. Even een ander leuk onderwerp. Ik zou met Hessel naar Salau gaan. Dat zouden we in april zouden wij gaan. Tijdens de week van Koningsdag. Zouden wij, geen Koninginnedag meer, het is Koningsdag natuurlijk. Zouden wij dus naar Salau gaan om Port Aventura te beleven, te verkennen. En ook Ferrari Land of Ferrari World. Ferrari, dat Ferrari Park wat erbij zit. Nou, dat is natuurlijk vet, want er staat de snelste achtbaan van Europa. Had ik graag willen ervaren. Maar door natuurlijk de hele omstandigheden. Ik ben niet de enige, zijn er heel veel mensen die hun reisje hebben afgezet. En kunnen wij dus niet genieten van een park. Althans, we kunnen wel weer genieten van parken, want het is redelijk weer open, wel met maatregelen. Toen heeft Hessel een berichtje gestuurd. En nee, ik ga geen spoilers geven. Nee, ik ga niks vertellen, want ik wil het als een verrassing houden. Hessel had een voorstel om wat te gaan doen. En dan heeft hij het over de zomervakantie. Dus rond de periode eind juli, begin augustus. Aangezien ik eigenlijk helemaal geen vakantie heb gepland. En ik wilde eigenlijk met vrienden naar een Centerparks gaan. Of een Landal of wat dan ook. Dat zal waarschijnlijk ook doorgaan nog. Hessel wil heel graag nog mij met z'n tweetjes een paar parken bezoeken.
En hij heeft een voorstel gedaan. En nogmaals, excuus dat ik niet ga zeggen wat het is. Maar ik zou wel zeggen, hou onze social media's. Of in ieder geval, hè, ik zal met Hessel afspreken dat we in ieder geval op dezelfde dag iets gaan aankondigen. Zullen wij bekendmaken wat we gaan doen. Het is in ieder geval meer dan één park. Dus dat is al heel tof. We maken een soort klein tripje. Dat klinkt toch wel aardig. En ook wij moeten ons aan de afspraak houden. Ook Hessel en ik moeten 1,5 meter afstand. Het is een beetje een vreemde regel. Je mag dus wel met z'n vieren in een auto zitten. Dat mag. Moet je wel een mondkapje dragen. Maar op zich, je zit in een afgesloten ruimte. Je moet ook wel elkaar een beetje vertrouwen. Ik denk, als je als vrienden onder elkaar, weet je wel... Ja, je weet ook niet of je het hebt, hè? Gaan we het weer over dat onderwerp hebben? Het is nou eenmaal zo, overal wat je doet, elk uitje die je maakt, elk bezoekje die je pleegt, je moet altijd denken aan de regeltjes. En op zich gaat dat lukken, want vorige keer was ik met Giovanni en zijn vriendin in Toverland. Dat ging helemaal perfect. Het was wel heel vreemd om elkaar geen handje te geven of even een knuffel, want dat doe je normaal wel. Maar het is niet anders. En dan leg je erbij neer en dan is het gewoon normaal. Want iedereen doet het. Iedereen doet het. Dus ja, alsnog voelt het raar. En ik heb lekker s'avonds gingen we uit eten bij de Flaming Feather. Het was ongelooflijk. Ik heb een video geüpload en die is al meer dan 11.000 keer bekeken. Dat vind ik echt super tof. Dat is gewoon, dan wordt de moeite die je erin hebt gestoken, er wordt dan zwaar gewaardeerd, weet je wel. Dus ik vind sowieso met kijkers fantastisch dat die mensen ook gewoon die vlogs kijken. Dus super tof, dank jullie wel voor de support. Nu hoop ik dat ik dadelijk ook weer views krijg door middel van de nieuwe parken die we gaan bezoeken. Oh, was dit een spoiler? Nieuwe parken? Het kan ook een oud park zijn, hè? Ik weet het niet. Maar ik ga in ieder geval niks meer zeggen, want dadelijk klets ik mijn mond voorbij. Het is in ieder geval zo dat jullie het fantastisch gaan vinden. We gaan nieuwe dingen ervaren. Nieuwe attracties. Nieuwe dingen. Het wordt geweldig. Het wordt echt leuk. En sowieso hoop ik natuurlijk dat jullie een beetje gaan raden onderin de comments wat we misschien zouden moeten doen. Dus heb je tips, heb je ideetjes? Laat het weten. Mocht iemand zeg maar ook jouw idee hebben opgeschreven, doe dan even een duimpje omhoog op die comment. Dan weet ik in ieder geval dat de meeste mensen het met iemand eens zijn. Dat is leuk. Mocht iemand zeggen, joh Vincent, ga je naar Frankrijk? Ga je naar Park Asterix? Dat kan. Dan geef je een comment onderin. En dan als je dat ook vindt, dan geef je gewoon een duimpje erop. Superleuk. Dus ga aan de slag. Heb ik nog meer onderwerpen? Ik heb het even op deze envelop geschreven. Ja, stream heb ik... Oh nee, livestreams. Daar wil ik toch nog even over hebben. Ik heb het hier opgeschreven. Livestream, heel goedkoop ook. Maar ja, dat is een soort herinnering. Livestreams. Er zijn toch misschien wel wat vraagjes over. Ik ben natuurlijk de laatste tijd best wel vaak live. En niet zozeer op YouTube, maar meer op Twitch. Ik heb natuurlijk Twitch sinds 2,5 maand ontdekt. Twitch is echt een platform voor livestreams. En YouTube ook. Tuurlijk, sowieso. Ik doe heel graag streamen op YouTube. Maar Twitch heeft toch wel eens een aantal leuke puntjes erin. Ik bedoel, je kan kanaalpunten verzamelen. Je hebt toch bijzondere emotes, hè, emoticons die je kan aanpassen ook nog. Ik kan veel meer dingen doen omdat Twitch is gericht op livestreams. En niet op video's. YouTube is een videoplatform. En uiteraard is het leuk dat je kan livestreamen. Maar YouTube is meer bedoeld voor natuurlijk de YouTube video's. Logisch. Dus ik vind wel dat zo'n platform als YouTube zich veel meer focust op de video's. En dat doen ze ook zeker heel goed. Ik ben er heel blij mee elke dag. En Twitch die focust zich meer op de streams. En ik vind die twee platformen die maken wel een scheiding van elkaar. Dat zijn wel een soort van concurrenten, weet ik niet. Ze leveren allebei andere diensten, vind ik. Maar Twitch is wel heel fijn om te streamen. Het leuke is dat ik speciale streams alleen maar op Twitch doe. Zoals The Last of Us 2. En Clone Hero speel ik ook graag. We doen ook af en toe random streams. Maar YouTube doe ik meer Planet Coaster. En daar blijf ik ook Planet Coaster op doen. Dus mocht je alleen maar interesse hebben in de Planet Coaster streams, dan raad ik aan, blijf op YouTube plakken. Blijf gewoon lekker kijken. Blijf gewoon gezellig genieten. En natuurlijk reageren. Want dat maakt een stream super leuk. Want dat geeft mij een gevoel dat we het spelletje samen spelen, snap je? Dat is denk ik de motivatie om een stream te starten, maar ook om gewoon lang door te gaan. Er wordt altijd een vraag gesteld tijdens een stream. Echt aan het begin, nog net niet bij de begintitels, weet je wel, de aftelling. Er wordt gevraagd, Vincent, hoe lang ben je live? Als er één vraag is waarop ik niet het antwoord weet, is dat de vraag.
ik weet nooit wanneer ik stream. Er is nooit een, er is vaak wel een begintijd, 6:30. Maar er is nooit een eindtijd. Zoals ik, wat vorige keer met Gio was ik 3 uur bezig met SpongeBob. En ik had zoiets in mijn hoofd, nou ik ga misschien 1,5 uur, 2 uur live, maar 3 uur niet. Het ligt eraan hoe gezellig het is, het ligt eraan hoe het uitloopt, het ligt eraan hoe lang de levels nog doorgaan. En als ik zoiets heb van ik ben moe aan het worden, of ik heb er geen zin meer in, of het is wel genoeg zo, dan stop ik de stream. Dus die vraag kan ik gewoon niet beantwoorden. Mocht je die vraag willen stellen de volgende keer, stel hem gewoon niet, want ik weet het antwoord niet, sorry. Gewoon lekker kijken en je ziet van wanneer het eindigt, toch? Zo vind ik het wel. Dus op, wat ik al zei, op Twitch komen dan de andere spellen, zoals The Last of Us 2. Geweldig spel trouwens. En dan op YouTube natuurlijk gewoon Planet Coaster en ook wat andere games nog. Maar de meeste games ook wel weer op Twitch. Dus, mocht je interesse kijken, kijk dan even een linkje in de beschrijving. twitch.tv/davinstelgames. Ja, als je daar even op zoekt, dan kom je op mijn kanaal uit. Ik heb geloof ik meer dan 2100 volgers, dus dat is al super vet dat mensen mij volgen. Kom gewoon een keer langs. Het is gezellig, het is leuk. Het is iets anders dan een YouTube stream, maar het is wel gewoon even gezellig. En dat komt door jullie. Dus ik wil ook even in deze video, om het af te sluiten, een shout-out aan jullie doen. Bedankt voor jullie support, bedankt voor het kijken en bedankt voor de mega comments. De mega gezelligheid. Ik vind het echt super tof. En dat wil ik toch nog even benadrukken voor alle mensen die kijken, alle mensen die abonneren, alle mensen die gewoon gezellig bij het groepje Davinstel Games horen. En jullie zijn dat allemaal. Nou mensen, tot de volgende keer. En vergeet niet om in de comments te zeggen welk park Hessel en ik nog dit jaar, het gaat om dit jaar, hè, dit jaar moeten bezoeken eind juli, augustus. En geloof me, in het midden van juli hebben we nog een verrassing. Gaan we nog iets heel bijzonders doen binnen Nederland. Dus genoeg plannen. Niet zoveel als vorig jaar. Maar dat komt echt door de problemen in de wereld. Komt allemaal goed. Hopelijk volgend jaar een beter jaar. Laten we 2020 een soort van half overslaan. En 21 naar ons toetrekken. En dan heel veel vuurwerk kopen. En het goed knallend vieren. Nou ja, kijk wel uit voor je vingers. En volgens mij met vuurwerk zijn er ook allemaal nieuwe maatregelen. Ach, regeltjes, regeltjes. Maar het zal wel goed zijn allemaal. Het zal goed zijn voor de mensheid of zo, dan denk ik. Ja, toch? Ja. Nou mensen, tot de volgende keer. Genoeg gepraat. Doeg. Hai. Groet aan de sinaasappelfamilie. Doeg.